Dag dames en heren, op veel plaatsen in het land is het weerbeeld vandaag tamelijk grijs, zoals ook op deze foto. En vanuit het zuidwesten zien we steeds meer buien over ons land trekken. Als je geluk hebt, met name in het oosten en zuidoosten van het land, breekt ook de zon even door. En daar wordt het nog best wel warm, met vanmiddag een graad of 24. Nou, op de satelliet zien we ook de meeste opklaringen boven het oosten. Deel van het midden van het land, ook boven het noorden, zaten vanmorgen nog wat zonnige perioden. Maar geleidelijk breidt die bewolking zich vanuit het zuidwesten steeds verder uit. Vooral delen van Limburg en Brabant zijn de komende uren nog wel gevoelig voor wat zon. Maar ook daar zal het uiteindelijk wel wat bewolkter worden. En uit die bewolking valt regen. Dat zien we op dit moment al boven Zeeland. Daar regent het op veel plaatsen al. En die buien gaan zich de komende uren langzaam verder naar het noordoosten verplaatsen. Het zal echt niet overal nat worden. Maar met name in het midden en westen van het land kunnen her en der wel een paar stevige buien vallen. Lokaal ook met onweer. Nou, dat is ook het weerbeeld voor vanmiddag. Het is vrij warm met temperaturen van 20 tot 24 graden. Af en toe schijnt dus de zon, maar de bewolking overheerst toch wel en met name in het midden en westen van het land vallen een aantal buien, soms met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is meestmatig van kracht en daarbij wordt het dus wel aan de warme kant. Ook vanavond zal het nog vrij warm zijn. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar een graad of 15, en daarbij wordt het met name landinwaarts overwegend droog. In de kustgebieden blijven wel enkele buien vallen en de wind neemt geleidelijk in kracht af. Morgen krijgen we een herhaling van vandaag. In de ochtend, met name in het zuidoosten en oosten van het land, redelijk wat ruimte voor de zon. Maar geleidelijk trekt vanuit het zuidwesten opnieuw bewolking binnen en gaan er weer een aantal buien vallen. Lokaal met onweer, al lijkt de onweerskans wel wat minder groot dan vandaag. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden gemiddeld en daarbij staat een matige. Aan zee af en toe vrij krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. Bij buien kunnen wel windstoten voorkomen. De dagen daarna blijft het wisselvallig, al is donderdag wel de beste dag van de week. Dan kan het op veel plaatsen droog blijven met een gemiddelde graad of 21. Maar daarna zien we de buien toch weer terugkeren en de temperaturen houden niet echt over voor deze tijd van het jaar. Met overdag 18 tot 20 graden en s'nachts tijdens brede opklaringen lokaal zelfs iets onder de 10 graden. Ik wens u nog een mooie dag.